Rudy van der Linden, projectleider bij de verkiezingen. Woensdag 16 maart, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hoeveel partijen doen eraan mee? Bij de gemeenteraadsverkiezingen van Almelo doen 16 partijen mee. En zijn daar nog nieuwkomers onder? Ja, we hebben de 12 partijen die al zetels hebben in de raad, die doen sowieso mee. Chatten is een blanco lijst, die moet zich altijd opnieuw registreren, maar die doet ook weer mee. Dan hebben we nog Forum voor Rechts, is een nieuwe partij van Patricia Pol, doet mee. Centraal Almelo heeft geen zetels gehad vorige keer, doet ook weer mee. Dus in die zin is die ook nieuw vanuit de gemeenteraad gezien. En Forum voor Democratie doet mee als landelijke partij. We staan hier op de gemeentewerf, zeg maar het zenuwcentrum voor de verkiezingen. Hoeveel stembureaus zijn er in totaal in de gemeente Almelo? Ja, op maandag hebben wij 16 lokalen open. Diezelfde lokalen zijn ook op dinsdag open. En op woensdag zijn diezelfde 16 lokalen open. Plus nog eens 17 andere, dus in totaal 33 stembureaus op de woensdag. Hebt u voldoende vrijwilligers kunnen krijgen om die stembureaus te bemensen? Ja, gelukkig hebben we ook dit jaar weer genoeg vrijwilligers gevonden. We zien nu wel met de corona dat er weer wat mensen afvallen. Maar we hebben gelukkig ook nog mensen op de reservelijst staan. En die alsnog bereid zijn nu om weer in te vallen. Dus we hebben nog steeds genoeg mensen. Dus we hopen dat het zo doorgaat. Is er deze keer ook stemmen per volmacht? Stemmen per volmacht mag nog steeds. Vorig jaar mocht voor het eerst 3 keer een volmacht uitgebracht worden. Dat is nu nog maar 2, net als het altijd al is geweest. En hoe zit het met het stemmen per brief? Stemmen per brief is afgeschaft. Dus in de Tweede Kamer is het afgeschaft. En het komt waarschijnlijk ook niet meer terug. En daar is niets voor in de plaats gekomen? Daar is niets voor in de plaats gekomen, nee. Dan tot slot de vraag, hoe zit het met de coronamaatregelen ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, we hopen dat de versoepelingen verder doorgaan. Dan kunnen misschien de verkiezingen zijn zoals we gewend waren voor corona. Mocht daar geen besluit over genomen worden, dan is het zoals het vorig jaar was tijdens de corona. Dus met 3 dagen, met 1,5 meter afstand, mondkapjes op, spatschermen. En dus nog even afwachten hoe dat dan op dat moment is. De gemeenteraadsverkiezingen gaan sowieso door. Ja, die gaan sowieso door. Ja. Dank u wel.